Hoi, mijn naam is Lindy en in deze video heb ik jullie weinig te laten zien, maar wel heel veel te vertellen. Namelijk het verschil tussen gegoten, polymeren en monomeren folies. Er zijn twee hoofdsoorten om een PVC-folie te produceren, namelijk gieten, cast, en walsen, oftewel gekalanderd. Een gegoten folie is een folie die vervormbaar is en daarom uitermate geschikt is voor carwrapping. Een voorbeeld hiervan is onze Superwrap SLX. Met deze föhn kan ik jullie laten zien dat deze folie dus vervormbaar is. Tevens is de houdbaarheid van een gegoten folie met maximaal 10 jaar langer dan die van een gekalanderde folie. De gekalanderde folie wordt in twee kwaliteiten geproduceerd, een polymeren en een monomeren. De polymeren is kwalitatief hoogwaardiger dan de monomeren folie. Gekalanderde folie heeft, zoals het in de markt wordt genoemd, een zogenaamd memory effect. En daarom zal het altijd terug willen naar de oorspronkelijke vorm. En daarom is het minder vervormbaar en alleen geschikt voor vlakke en lichtgebogen ondergronden. Een monomeren gekalanderde folie, bijvoorbeeld onze Metamark M4, wordt vaak ingezet voor korte en indoor toepassingen. De monomeren folie is vaak minder stabiel en vertoont daarom vaker meer krimp. De monomeren folie wordt bij buitengebruik maximaal 3 jaar geadviseerd, maar daar staat tegenover dat hij aantrekkelijk geprijsd is. De polymeer gekalanderde kleurfolie, zoals onze Metamark M7, heeft een houdbaarheid van 7 jaar en hierdoor is krimp zeer gering en blijft de folie langer soepel. Ook worden er duurzamere pigmenten gebruikt, waardoor de folie veel minder snel verkleurt. En daarom wordt de polymeer gekalanderde kleurfolie vaak ingezet voor autobelettering, gevelreclame en reclameborden. Mocht je nog niet weten welke folie handig is voor jouw project, kijk dan op www.megis.nl of vraag ons en wij helpen je graag verder. Leuk dat jullie weer keken en graag tot de volgende keer!